Goed, literaire erfenis. Ik heb even, ik noem even twee, drie dingetjes in dit geval maar uh, van, uh, van Poeskin. Om u even op te wijzen, maar u kent mij intussen lang genoeg om te weten dat als ik iets pak, dat ik dat altijd een beetje in een breedte trek. Ook om u te laten zien wat er allemaal aan vast zit. Een van zijn allerbekendste en meest populaire gedichten hè, is de bronzen ruiter. Ik zeg het zelf altijd verkeerd, dus het zal me niks verbazen als ik de vorige keer het ook verkeerd gezegd heb. Ik noem hem heel vaak namelijk het de stenen ruiter. En, uh, maar dat, ja, dat klinkt een beetje heel erg gek. Nou, dat komt heel simpel gezegd omdat ik twee gedichten qua titel door elkaar haal. Want hij heeft namelijk nog een ander gedicht geschreven, dat heet De Stenen Gast. En eh, mensen die thuis zijn in de wereld van de opera, zal misschien het begrip Stenen Gast iets zeggen. Want De Stenen Gast treedt namelijk op in de Don Giovanni, hè, de grote opera van uh, Mozart. En daar komt namelijk een standbeeld voorbij zetten uh, van de commodatoren... Waarvan op een gegeven moment Don Giovanni tegen zegt: Zoiets van: Ik nodig je uit om vanavond bij mij te komen eten. En dat moet je natuurlijk niet doen met standbeelden, dat weet u intussen. Dus uh, die komt dan inderdaad s'avonds bij hem uh, te eten en zal hem uiteindelijk meeslepen het de hel uh, in. En, en dat fenomeen hè, van het voet, een, een, een beeld die van zijn voetstuk af komt zitten. Uh, dat uh, verhaal heeft hij natuurlijk ook Pushkin op basis natuurlijk geïnspireerd van uh, de opera van Mozart en Salieri tot een gedicht omgezet. En dit is de Bronzenruiter. Maar u zult straks zien dat daar ongeveer hetzelfde mee gebeurt. Die komt straks ook van zijn voetstuk uh, afzetten. Uh, maar dit is een vrij uh, vrij lang uh, verhalend uh, gedicht en het heeft twee uh, thema's. Het is tijdens zijn leven. Niet gepubliceerd, omdat het. Ja, daar gaven we weer de Russische literatuur. Uh, de Russische literatuur, de Russische censuur natuurlijk. U weet het, deze vrolijke broederschap. daar niet uh, mee akkoord zou zijn uh, gegaan. Vooral ook omdat het namelijk. Uh, ja, kritiek levert op Peter de Grote. Maar het stelt. Ja, dat, nou, dat, dat betekent dus dat hij in 1833 geschreven heeft. Zodat hij in, in, dat, is het, dat is het verhaal. Ik, denk, ik heb hier inderdaad de aantallen verkeerd staan. Het zal ongetwijfeld moeten zijn. Ik zal het heel strikt na gaan kijken hoor. Maar ik weet dat hij postuum gepubliceerd is. En ik heb hier 1833. Dus ik heb waarschijnlijk heel snel opgezocht. Maar waarschijnlijk heeft hij hem in 1833 geschreven. En dat hij na zijn dood gepubliceerd uh, is. Kijk, het angstfeet breekt mij nu alweer uit. Met, uh... Ja, het is het, uh, ja, ik schrijf ook alleen maar over van, uh, wat ik op andere plaatsen tegenkom. En daar moet je heel erg mee uitkijken. Ik zal u straks daar even een voorbeeld van geven. waar je op een gegeven moment heel erg de fout uh, in kunt gaan. Maar het gedicht is in zekere zin uh, in meer dan één zin. Ja, je, je kunt er allegorisch namelijk naar kijken. Hè, want het gaat de bronzen ruiter is het standbeeld van Peter de Grote. En wat Peter de Grote natuurlijk gedaan heeft, is het Westen naar Rusland. Halen, is de vooruitgang uh, naar Rusland halen. Maar de vraag altijd is: is die vooruitgang ook wel een echte vooruitgang? He, heeft dat niet soms hele grote, heftige consequenties? En in die zin he, is dit bijna symbolisch-allegorisch, mag je eigenlijk kunnen uh, zeggen. Want iedereen kent het verhaal natuurlijk: hè? Peter de Grote is de stichter geweest van die grote stad Sint-Petersburg. Juist het symbool met. Uh, als venster zijnde naar het westen toe. Alleen het grote punt is, dat heb ik u al eens eerder gezegd: dat de locatie waar deze stad gevestigd is eigenlijk een hele foute uh, was. He, dus hij lag aan de monding van de Neva, hij lag in een delta, hij lag eigenlijk in een moerasgebied. En uh, je hoeft alleen maar in de geschiedenis te duiken. Kijk, kijk je maar even tussen 1703 en 200, 2003: zijn er totaal 324 overstromingen geweest in Sint-Petersburg. En dan hebben we het alleen nog maar over overstromingen tussen de 1,60 meter en 2,10 meter. Dan neem ik 50 centimeter nog niet eens uh, mee. Snapt u dat het een heel erg onheilsplik is? Ja, twee ik, had, ik had gisteravond iemand zitten, die, die, was, die zei van, ik ben nog geen 1,60 meter, zei ze zo ongeveer, dus het kwam al boven haar... ja. Ja, dus dit, dit, dit is een constante plaag geweest voor Sint Petersburg. En in die zin, ja, misschien wel een beetje symbolisch hè, voor datgene wat hier gebeurt. Je kiest een plek als een belangrijke havenstad en een venster naar het westen toe. Maar het leidt af en toe regelrecht tot uh, rampen. Uh, en uh, zeker de grote overstroming van uh, 1824, ten tijde van Alexander I, en die heeft echt honderden doden uh, tot gevolg uh, gehad. En dat is ook hetgeen hè, waar Pushkin straks aan zal gaan refereren als hij met zijn uh, gedicht uh, bezig uh, is. Uh, ik zal niet zeggen hoor, dat je Petersburg af moest breken, dat zei hij natuurlijk ook niet. Maar je kunt je natuurlijk wel afvragen of je op tussen aanhalingstekens zo'n vervloekte plek überhaupt een stad uh, neer moet gaan uh, zetten. Ja. Ja, nou dit is, u weet het, in Rusland gaan ze over, dan kiezen ze deze plek uit. Ja, het zal natuurlijk niet stom toevallig uh, geweest uh, zijn. Ik heb begrepen hoor, dat het probleem tegenwoordig niet meer voorkomt, of waarschijnlijk niet meer voorkomt. En dat heeft alles te maken volgens mij met een dam die ze in de rivier gebouwd hebben. Want dat is natuurlijk het punt, hè? Het, het, het water komt. Nou, kijk eens maar naar Limburg een tijdje geleden, hè? als er te veel water komt, dan treedt het bij buiten de oever en dan krijg je een grote ramp. En ja, dan, dat, dat moet je dus dan ergens opvangen. En daar schijnen ze intussen een oplossing voor uh, gevonden uh, te hebben. Ik, ik wist het hoor, maar ik slok zelf ook toen ik het, het aantal uiteindelijk zag. hoe vaak dat het wel niet voortgekomen is. Het gedicht van Pushkin zal hier onder meer aan refereren. met name aan de grote overstroming van 1824. En ja, het feit dat Sint-Petersburg natuurlijk ligt. Uh, op de plek waar het ligt, heeft het te danken aan deze meneer. En dat is natuurlijk de fameuze Peter de Grote ge geweest. En uh, ook hier zie je een leuk ander element weer terugkeren. Dat is, uh, ja, u hebt het elke keer weer gezien: hè? alles wat je in. Rusland of in Sint-Petersburg bijna tegenkomt tot aan 1800 toe. Dat haal je uit het Westen. En waar vind je, als ik nou een groot standbeeld, een ruiterstandbeeld van Peter de Grote wil gaan maken, in Rusland een beeldhouwer die dat zou kunnen doen? Nou, het antwoord is, die is er dus gewoon niet. Die haal je dus vervolgens uit het buitenland. Dit ruiterstandbeeld, het is echt majestueus groot hoor. Uh, dan moet je de steen eventjes wegdenken. Maar dan zit je echt op 7 meter. Dus dan ben je echt in de strekkende meters uh, bezig. Is er neergezet door Catharina uh, door de Grote. Niet zonder reden. Catharina de Grote was natuurlijk net Sarina geworden. En daar was natuurlijk nogal wat kritiek op. Van. Het was natuurlijk een of andere Duitse dame, die natuurlijk nu ineens op de troon zat en mocht zij daar wel zitten. En dit moest dat even onderstrepen, dat ze daar wel recht op had. Dus er is ook later een mooie titel ondergezet. Uh, uh, mijn Russisch is heel erg slecht hoor, maar ik weet nu ongeveer wat daar staat. Daar staat dus een hele mooie slimme tekst. Er staat namelijk uh, aan Peter I van Catharina II. Om direct ook de mooie doorloop van uh, deze wereld van Tsarina's uh, weer uh, te geven. Goed, maar en zij wilden dus een groot standbeeld... Om hem, maar natuurlijk ook van zichzelf te eren. Laten we even heel eerlijk zijn. En daarvoor moest zij uh, ja, een beeldhouwer van buitenaf aantrekken. En dit is een heel be beeldbepalend beeld geworden voor, uh, voor Sint-Petersburg. En dat is deze meneer geweest, Etienne. Uh, Maurice Farconet is zijn naam, geboren 1716 in Parijs en gestorven 1791 in Parijs. Een volbloed Fransman, dat ziet u uh, uh, ook al wel heel duidelijk. Ja, architect uit barok, rococo, neoclassicistische beeldhouwwerk moet daar natuurlijk staan. Beeldhouwer maakt ook niet zo heel veel uit wat u daarvan gaat maken. Dit is een uh, tekening uh, van hem. Uh, hij was onder meer actief in die beroemde Sèvres porselein. Fabrieken, dus, maar weet, de, en dan zitten we dus echt in de wereld van de rococo. Hij heeft een paar hele mooie beroemde beelden nagelaten. Uh, een van zijn allerbekendste. En soms mensen zeggen van wat is dit voor iets gruwelijks. Waar ik naast zit te kijken is deze. Die bevindt zich voor zover ik weet in het Louvre in, uh, in, ja, hier je in Parijs. Hier word je niet vrolijk van. Dit is... Uh, de Milon van Crotonen, zoals het uh, bekend uh, staat. Er is nog een veel beroemdere Milon van Crotonen. Ik heb u net al eventjes gezegd: je moet altijd heel erg uitkijken met wat je op het internet of aan informatie tegenkomt. En je neemt het over. Want ik had hem eventjes snel opgezocht. En Milon uh, van Crotone is een, uh, heel, bestaat als een heel beroemd beeld. En dat stond gewoon volgens mij in het Wikipedia-lemma in Nederlands. En dat heb ik dus gewoon gekopieerd en erbij gezet. Maar het voelde al niet helemaal lekker. Van ik denk: volgens mij is die helemaal niet van hem afkomstig. En het klopt ook hoor: van de beroemde uh, Milone van Cretone is van uh, Puget afkomstig. En die is van Puget. P-U-G-E-T. En die leefde ten tijde van Lodewijk XIV. En dit is iemand uit de 18e eeuw. Dus iemand op Nederlandse Wikipedia heeft gewoon een verkeerde beeld bij het uh, plaatje geplakt. Dus, uh, ja, er is niemand. Ja, ik, nou, dan, maar dan moet ik eerst weer een account aanmaken en dan blijf ik bezig op Wikipedia. Ja. Maar de, verwar, de, verwarring ligt natuurlijk, de verwarring ligt natuurlijk heel erg voor, voor de hand. Uh, als, u, als u wilt weten waar kijkt u hiernaar, want het is natuurlijk geen vrolijk plaatje. Laat ik even heel eerlijk zijn. Uh, dit, dit, dit komt uit de wereld van de Griekse oudheid, uh, volgens de officiële overlevering. Uh, was uh, Milo, uh, nou, ik zou bijna kunnen zeggen, de grootste atleet uit de Griekse klassieke oudheid? Dat was zo iemand die alle medailles haalde op de Olympische Spelen, die je maar kunt voorstellen, uh, in zijn tijd. En die, die konden ze uiteindelijk zo ontzettend veel. Dus, en zo gaat dat natuurlijk ook voor de verhalen van de Grieken, dat hij daar nou een last begon te krijgen van hoogmoed. Want dan denk je op een gegeven moment dat je natuurlijk eigenlijk alles kunt. En er is een beroemd, berucht verhaal over zijn dood. Nou, om het even op die manier uit te drukken: uh, over dat hij uh, op een dag dus, uh, aan het rennen of aan het oefenen in de omgeving uh, op het platteland is. En er is dan een of andere houthakker bezig met een bomen, die heeft hij net omgehakt. En die probeert hij dan vervolgens te splijten vanaf de bovenkant. Dus die heeft er een paar wiggen uh, in uh, gejaagd. U kent dat wel om ze uit elkaar te zetten. En dan komt hij aanzetten, en dan zegt hij op een gegeven moment zoiets van: Goh. Uh, het lijkt me een leuke oefening om eens even met mijn handen uh, dit uit elkaar te trekken. Nou, u voelt hem al een beetje aankomen op het moment dat hij daar net. De, de houtakker stuurt hij overigens weg voor een, een of andere. weet ik veel nog wat. Dus hij blijft alleen met die stam uh, achter. Steekt zijn vinger ertussen en dan schieten er dus een aantal van die wiggen ertussen uit. En dan voelt u hem al wel aankomen. Dan zit hij dus met zijn vingers klem. En kan hij dus niet weg. Eén, een pijnlijke situatie. Maar hier is echt letterlijk hoogmoed komt voor de val. He, in, er zijn twee versies van. Ik zou zeggen, dit is de internationale versie. Dan wordt hij vervolgens aangevallen door een leeuw. En dan kan hij natuurlijk niet wegkomen. En dat leidt tot zijn ondergang. Maar u mag er tegenwoordig ook een Nederlandse versie van maken. Dan wordt hij namelijk door wolven aangevallen. En komt hij daardoor uh, om, het, uh, om het leven. Een uh, van de. Eh, eerdere beelden hè, van, van Puget, ik heb het al gezegd, is veel beroemder. Maar het is een van de, bij Puget zie je voor het eerst echt pijn en lijden in beeldhouwkunst weer terugkeren. Maar Falconet is eigenlijk veel meer een Rococo-beeldhouwer. Maar hier, eh, dit is een van zijn bekende. Maar dit laat ik even zien dat hij het kan: hè? als je, als je zoiets uit marmer kunt hakken. Ik geef je het te doen. Maar bij de meeste mensen van u zal misschien veel bekender. Dit kleine cupidootje zijn. Deze is veel liever snoeziger, poeseliger. En deze staat in het Rijksmuseum in Amsterdam. Dus mocht u daar nog weer komen en u ziet hem staan... dan weet u dat het van dezelfde meneer afkomstig is. Daar zie je ook direct het verschil. Hè? Dit, dit beeld zou je veel meer in de wereld van het barokken... met zijn al zijn beweging en zijn heftigheid en hooguit in het klassicisme kunnen gaan zetten. Uh, dit is ja dit is poezelig, dit is lief dit zou u zo als u het nog hebt op uw schoorsteenmantel gaan zetten en dat, dit is rococo Hè, dit is liefjes en dat soort zaken uh, uh, meer maar nou goed hij is dus naar uh, Sint-Petersburg gehaald om daar dat grote ruiterstandbeeld te maken voor Peter de Grote. Ook dat is altijd een wedstrijdje verplassen. Hè? We kennen heel veel ruiterstandbeelden. Maar Catharina moest natuurlijk eentje hebben die nog groter is dan alle voorgangers. En hij heeft het trouwens niet alleen gedaan. Het is natuurlijk een heel proces. En dit kwam ik tegen. Ik van, dat moet ik even meenemen. We hebben al zo weinig vrouwen altijd in de kunstgeschiedenis. Maar het gezicht van het beeld van, Katte, van, uh, van Peter de Grote. heeft hij dus niet zelf gemaakt. Maar daar heeft, dat heeft een van zijn assistenten. zijn assistenten, de assistente. De assistente Gedaan, deze Marie-Anne Collot die u hier ziet. Dus wie gaat mij zeggen dat er geen beeldhouwers zijn uit vroegere perioden? Het is alleen natuurlijk jammer dat ze vanwege het feit dat ze vrouw zijn, nooit echt de kans kregen. Om zich uh, groots te gaan ontwikkelen. Dus het gezicht van het beeld. is van haar afkomstig. moet ik wel zeggen. Hè, dat dat weer deels afgeleid is. van het dodenmasker. Hè, wat van Peter de Grote genomen uh, is. Goed, maar het heeft een uh, vrouwelijke bijdrage. laat ik even heel eerlijk zijn. Van Cornet is ermee aan de slag gegaan. Dit, zoiets maak je niet in, in een achternamiddag. Dat duurt wel even. En wat je vervolgens ziet gebeuren, uh, terwijl het beeld nog lang niet af was... U moet, dat, dat duurt altijd een heel tijd, kreeg de beeldhouwer ruzie met Katarina de Grote. Dus die is Rusland weer verlaten en is uh, naar Frankrijk uh, teruggekeerd. En uh, toen heeft het uiteindelijk nog vier jaar geduurd voordat het beeld helemaal af uh, is. Bedenkt u natuurlijk wel, hè, als je een bronzen beeld gaat maken... He, uh, ik, niet dat ik daar veel ervaring uh, in heb hoor, want ik heb natuurlijk nog nooit een bronzen beeld gemaakt. He, maar als u een bronzen beeld bij hen, uh, laat gieten bij de bronsgieter en het komt bij de bronsgieter vandaan, dan ziet het er bijna uit alsof het oud groot is he? Dan moet u daar nou nog gigantisch veel werk eraan verrichten: aan schuren en polijsten. En soms moet je nog bijtimmeren en je moet de kanalen eraf halen. Dus heel vaak heb je er nog bijna evenveel werk aan als wat je voor die tijd uh, gehad hebt. Dus als je met een beeld van 7 meter te maken hebt, dan kun je je voorstellen hoeveel. Uh, ja, laat ik maar zeggen, werk werkje daaraan moet doen. En uh, ik vermoed ook, hoor, ik heb er niet naar gekeken. Maar ik kan me niet voorstellen dat je een beeld van 7 meter in één stuk gaat gieten. Ik denk dat dit gewoon uit meerdere componenten uh, samengesteld uh, is. Goed, groot in elk geval. Groot, groter, grootst. Uh, dus de beeldhouwer was zelf ja. bij de onthulling niet eens aanwezig. Had dus ook geen uitnodiging gestuurd. Dus ja, zo gaat dat in uh, in de geschiedenis. Ja, er wordt een beetje gediscussie over gevoerd of Catharina hem nou gewoon vergeten was of dat ze nou nog steeds uh, in onmin met hem verkeerde. Dat maakt verder ook niet zoveel uit. Het werk heeft in ieder geval meer als één grote reputatie. Ook het blok wat eronder zit, dat schijnt zo ongeveer het grootste blok wat ooit door mensen verplaatst is uh, voor zo'n uh, zo beeld. Dan heb je het over een stuk steen van 1500 ton. Je vraagt je af hoe krijg je het in vredesnaam van zijn plek? Uh, maar komt het wel uit Rusland? Ja, dit hebben ze ergens op een of andere manier uit Rusland uh, gehaald. Ik ben er niet helemaal in, in, in het diepste, in het detail ingedoken. Ik schrok al genoeg als ik ben nadenk uh, hoe groot dat is. Steen... Maar dit, uh, dit steen is hem denken wel om hè. in Rusland. Menskracht, als je het nodig hebt, haal je gewoon. Hè? Vorige, vorige week uh, kunt u zich die Alexanderzuil nog herinneren. En die grote zuil waar dat ene gedicht onder meer uh, over ging. Ik heb ook, ik, volgens mij, als ik me dat goed herinner, hadden ze voor het oprichten van die zuil iets van een 4000 man nodig. Dus dan denk je van wat. 4000 man? Dat is, dat is bijna onwaarschijnlijk, maar ja. Dat, dat gebeurt gewoon uh, in het geheel. De ruitersstandbeeld uh, heeft onder zijn voeten een uh, fameuze slang. En die slang mag u verklaren wat u daarvan wilt. Daar mag u het kwaad van maken. Daar mag u de tegenstanders van uh, Peter de Grote zijn hervormingen van maken. Daar mag u het buitenland toe veroordelen. Daar mag u de oud-gelovigen toe veroordelen. Ik weet veel, dat is altijd het mooie van een slang. Alles wat je kwaad... In, in de schoenen wil schuiven, daar kun je in dit geval een slang uh, gebruiken. Nou, dat is even het verhaal achter het beeld uh, zelf. Nou, wat zit hem dan uiteindelijk in het, uh, in het gedicht? Wat doet Pushkin vervolgens? Pushkin schrijft een relatief lang gedicht in drie stukken. In het eerste stuk beschrijft hij hoe dat Peter de Grote, nou zou je kunnen zeggen, aan de oever van de Nerva staat. En daarop uitkijkt en vervolgens, dus het besluit neemt dat daar dus een grote stad moet gaan komen. Dus krijg je een blik, blik terug in de geschiedenis. In het tweede deel, eh, dan zit je in 1824, dus dat is het jaartal van de verschrikkelijke overstroming ten tijde van Alexander I. En als je dit soort uh, de gruwelijkheden daar altijd van over wilt laten komen, moet je het altijd heel erg privé en persoonlijk maken. Hè? Dus op mensen inzoomen. Uh, dus dat gebeurt hier eigenlijk ook. In basis gaat het dus over een jonge man die een uh, vriendinnetje heeft. Dus ik ga even heel simpel uitleggen hoe dat het in elkaar uh, zit. En daar is hij eigenlijk min of meer uh, daar op weg. Zij woont bij haar moeder. En dan op een gegeven moment treedt de Neva buiten zijn oevers. En dan moet hij voor het water vluchten. En uh, uiteindelijk weet hij mooi symbolisch, dus nog een vluchtplek te vinden. boven op een van de leeuwen uh, in uh, Sint-Petersburg. En dan wacht hij tot het water uiteindelijk rustig is en gezakt is. En dan besluit hij uiteindelijk op pad te gaan naar het huis van zijn vriendin. En haar moeder, maar u voelt hem al wel aankomen. Als hij daar arriveert, dan staat dat huis er niet meer. En is zijn uh, vriendinnetje, en zijn moeder is uh, overleden. Dus dan heb je de gruwelijkheden van de overstroming uh, gehad. En het laatste stuk gaat over een jaar later. Dan loopt dezelfde jongeman door Sint Petersburg. En het is de dag van de overstroming en dan komt hij hier weer bij het grote standbeeld van Peter de Grote uit. En dan herinnert hij zich natuurlijk datgene wat daar gebeurd is, en met het gevoel van het verlies wat daarbij zit. En steekt vervolgens dus een retirade af tegen het standbeeld, tegen Peter de Grote. Waarom dat hij in vredesnaam die stad heeft neergezet op zo'n ongelooflijk onheilspellende plek. En dat had hij niet moeten doen. Want dan komt vervolgens het ruiterstandbeeld van zijn steen af en zet de achtervolging op hem uh, uh, in. Wat uiteindelijk, u voelt hem al wel aankomen, uh, tot zijn dood zal gaan leiden. Uh, ook dat is natuurlijk weer heel erg symbolisch. Je mag geen kritiek hebben. Op de Tsaar en de autoriteiten. En zo eindigt vervolgens dus uh, het uh, gedicht. En wat direct voor mij uit Hoorn weer een belangrijke waarschuwing betekent: dat ik niet te veel commentaar op Jan Pieters zo'n Koen standbeeld moet hebben. Van voor je het weet, stapt hij van zijn voetstuk af en komt hij achter mij aanzetten. Uh, ja. Ja, je weet het maar nooit, laten we even heel eerlijk uh, zijn. Maar het uh, beroemde uh, gedicht van De Bronzen Ruiter. Ja, het is een klassieker, mag je rustig uh, zeggen. Met alle facetten die erbij zitten. Ja, goed, met veel kritiek erin. Laat het langs u heen gaan. Het tweede punt, uh, dat moet ik wel even zeggen: hoor, uh, de lezerswaarschuwing. Ja, waarom zeg ik lezerswaarschuwing? Gisteren gaf ik even heel beknopt waar het verhaal over ging. En toen op een gegeven moment halverwege zei iemand van, ho, 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 ik ben nog niet verder met het boek. Ik dus, de, toen wist hij al hoe dat het af ging lopen. Ik zei, ja, dat wist ik eventjes niet, maar hij was het aan het lezen. De kapiteinsdochter, heel vaak wordt het wel eens gezien als de eerste grote, nou, serieuze, bijna zou ik zeggen, realistische roman in, in de Russische literatuur. Uh, daar kun je wel weer drie kwartjes van afdoen, hoor. Laat ik even heel eerlijk uh, zijn. Maar in zijn onderzoek, in zijn achtergrond, hè, in zijn documentatie, uh, kruipt het wel inderdaad heel erg naar de wereld van het realisme en naar de historische weergave toe. Het is niet zo heel dik. Het is maar een novelle. Het is natuurlijk geen heel dikke roman. Uit uh, 1836. Uh, heel veel mensen wijzen daarna als een van de eerste echte grote werken uit de literatuur zelf. Uh, u moet zich even bedenken dat Pushkin hè, is natuurlijk iemand die uh, één. Hè, door van alles en nog wat zich heeft laten beïnvloeden. Dat klinkt een beetje. Uh, negatief, maar zo bedoel ik dat niet, want ik ben natuurlijk nooit met u uitvoerig zijn poëzie gaan zitten analyseren. Maar wat u zich moet voorstellen, dat dit natuurlijk, kijk, als dichter zijnde, bestudeer je natuurlijk ook altijd de gedichten van mensen van voor je. Dus als je naar de poëzie van uh, uh, Pushkin gaat kijken, dan zie je daar bijvoorbeeld de invloed van iemand als een Shakespeare in terug, of een Lord Byron in terug, of van andere grote dichters. En daar komt natuurlijk wel zijn eigen ding. Uh, vervolgens uh, uit. Maar niet alleen daarmee hield hij zich bezig. Hij heeft zich ook bezig met de geschiedenis... en dan mogelijkerwijs een geschiedschrijving van Rusland. Die is, dat voelt u al wel aankomen, nooit uh, voltooid. Maar voor dat hele proces heeft hij natuurlijk wel onderzoek gedaan. En uh, uiteindelijk is hij daar ook onder meer... in het zuiden van Rusland terechtgekomen. In het gebied waar met name de Pugachev uh, opstand. Kent u dat nog? Die grote horigen en lijfeigenen opstand onder Catharina de Grote, waarvan ze op een gegeven moment wakker gelegen uh, heeft, hè, onderzoek nagedaan heeft, in die steden is geweest. En dat is waarschijnlijk voor hem aanleiding geweest om daar dus een verhaal, een historisch verhaal in die wereld uh, weer te geven. Ik ga u niet het hele verhaal vertellen, dan moet u alle details thuis maar gaan lezen. Ik ga u even een paar. Ja, kijk, één. Pushkin is natuurlijk geen Tolstoj. En Pushkin is alleen, al helemaal geen Dostojevski. Dat wil zeggen, hè, je moet geen grote psychologische diepgang bij de karakters uh, tegen gaan komen. Maar uh, ja, goed, heftige avonturen kom je natuurlijk wel tegen. Het heet met een mooi woord: hè, de kapiteinsdochter. De hoofdpersoon is eigenlijk niet zozeer de kapiteinsdochter zelf, als wel meneer. Ik noem hem even meneer Pjotter. Die naam kan ik altijd het makkelijkst onthouden. Pjotter is, de, is een, uh, een jonge officier. Zijn vader heeft hem naar het leger uh, gestuurd. En vanuit het leger moet hij naar het zuiden van uh, Rusland toe, naar een legerplaats om zich daar vervolgens te gaan melden. Het is winter en als je op pad daar naartoe is, dan ligt de sneeuw en het is koud... en hij raakt de weg kwijt en zit in het bos. En het ziet ernaar uit dat het fout met hem af zal gaan lopen. En dan komt hij een een of andere zwerver tegen. Ach, de man ziet er niet uit zo ongeveer. Maar die weet de weg en die helpt hem uiteindelijk en die brengt hem daar waar hij moet zijn... En uh, ja, goed, dan, omdat zijn leven gered is, besluit hij dan deze arme zwerver te, te helpen en te danken. En dan gaat hij zijn mooie konijnenbonten jas die hij heeft, geeft hij vervolgens aan deze arme zwerver. Zodat hij uh, het minder koud zal hebben. Goed, De officier, meneer Piotter, komt in het fort. Nou ja, fort, het is eigenlijk een dorp met een hek eromheen. Veel meer stelt het niet voor. De bestuurder is een kapitein. Nou, dat wil zeggen, hij bestuurt het niet, maar zijn vrouw doet het. Dat zie je wel vaker gebeuren hè, in dit soort uh, werelden. Piotr uh, krijgt een, uh, een, uh, een goede, zogenaamd goede vriend, maar wat eigenlijk niet echt een goede vriend van hem zal blijken te zijn. Uh, die uiteindelijk straks een grote uh, rivaal zal, uh, zal blijken uh, te worden. Uh, wat je ziet gebeuren, is dat die twee ruzie gaan krijgen, onwind gaan krijgen over de dochter van de kapitein. Dat snapt u hem al wel. En dan komt het bericht, ik ga even heel simpel erdoorheen, hoor ik. In die zin, als u het boek gaat lezen, gaat u mij op allerlei fouten betrappen. Maar waar het op neerkomt, is dat dan het bericht komt dat Pukachev met zijn opstandelingen uh, eraan komt. En dat hij de stad in zal gaan nemen. En uh, een deel van uh, het dorp, het fort, loopt over richting Pukatjev. De anderen ja, doen dat niet en dat doet Piotr natuurlijk ook niet. Maar goed, ze kunnen geen weerstand bieden, worden ingenomen. De vroegere vriend, nu vijand van Piotr, uh, zit aan het kant van, uh, van Pukatjev. En uh, als Pukatjev dus vervolgens ook de kapitein en de vrouw uh, terecht laat stellen. Uh, zorgt hij ervoor, dringt hij erop aan dat Pjotter natuurlijk de volgende zal zijn. Maar net voordat dat plaats gaat vinden, wordt er ingegrepen. Want wat blijkt? U voelt hem al een beetje op uw natte voetjes aankomen. De zwerver uit het begin van het verhaal blijkt Pukachef zelf, namelijk te zijn geweest. Die dus zijn mantel heeft gekregen. Daarmee weet hij hem. Uh, ja, daardoor wordt hij dus gerit. Uh, ja, Pugachev probeert hem over te halen om zich bij hem aan te sluiten. Maar uh, Piotr is natuurlijk een oprechte legerofficier. Dus weigert dat natuurlijk vervolgens te doen. Maar ja, zit wel in de kringen van uh, Pugachev uh, zelf. Daarna komen er nog wat liefdesrivalen, ontwikkelingen. Dat laat ik even aan u voorbij gaan. Het einde van het verhaal natuurlijk is dat Pugachev. Verslagen wordt, dat hij gevangen genomen wordt en dat hij terechtgesteld zou moeten gaan worden. Maar voor Piotr, die natuurlijk wel de liefde van de dochter van de kapitein heeft gekregen, dat voelt u allemaal aankomen. Uh, Pjotter wordt op een gegeven moment ervan beschuldigd dat hij dus een verrader is, omdat hij dus in het kamp van Pukatjev heeft gezeten en uh, hoort daardoor dus terechtgesteld te worden. Zijn vriendinnetje, het dochtertje van de kapitein, zit bij zijn vader ergens op het landgoed. En als zij dus hoort he, in welke penibele situatie dat hij zit, besluit zij dus naar Sint-Petersburg af te reizen. Om daar een brief uh, aan de Tsarina, Catharina de Grote, te overhandigen. Om daarin te pleiten. Hè, of zij niet alsjeblieft genadig wil zijn en zijn gevangenisstrap wil gaan verminderen. En dit soort uh, zaken uh, meer. En dan komt zij natuurlijk aan bij dat Catharina Paleis van Elisabeth I. En uh, en uh, ja, praat zij. Uh, en op een gegeven moment, als ze daar dus dan net binnen is, komt ze een, een of andere hofdame tegen, uh, waar ze probeert het briefje aan te geven. Die twee, die raken in gesprek met elkaar. Die hofdame die zegt van, ja, dit is ook zijn eigen schuld. Had hij zich maar niet bij Pugachev moeten aansluiten. En ze kijkt nog even naar het briefje. En zij legt natuurlijk vervolgens helemaal uit hoe dat de gang van zaken geweest is. En uh, ze zegt van, nou ja, goed, ik weet niet, moet afwachten, je weet nooit wat Catharina uiteindelijk zal gaan doen. En uh, nou goed, dan duurt het niet lang. Of even later wordt zij dus bij Catharina de Grote geroepen, die een oordeel zal moeten gaan verder. En u voelt hem al een beetje op hun natte klompjes aankomen. De hofdame waar zij net mee gesproken heeft, blijkt Catharina de Grote zelf geweest te zijn. Ja, en als al wel, dan krijgt hij natuurlijk gratie. En dan leven ze daarna nog lang en gelukkig. Ja, dat is het verhaal wat je uh, tegenkomt. Bekend, beroemd uh, verhaal uh, met Pugachev onder meer uh, in, in, uh, in de hoofdrol. En uh, ja, toch relatief kloppende uh, historische achtergrond voor het hele verhaal. En als laatste om u eventjes te noemen in de rij. Uh, weliswaar hem, misschien niet zoveel uh, door u gezien of uitgevoerd, heeft hij ook nog een kort poëtisch drama geschreven. En dat heet Mozart en Salieri. Waarin, dat gaat dus een soort van een tweegesprek over tussen Mozart en Salieri, waarin hè, het idee naar voren geschoven wordt. Dat Salieri dus verantwoordelijkheid is voor de dood van Mozart. Nou hoeft u daar niet zozeer wakker van te gaan liggen. Maar vrijwel iedereen van u heeft waarschijnlijk de film Amadeus uh, gezien. En Amadeus is gevul, uh, ge, uh, gebaseerd op een beroemd toneelstuk van Peter Schaffer. En Peter Schaffer heeft het weer geïnspireerd op Pushkin. Dus hier loopt een rechtstreekse lijn van uh, dit werk van Pushkin naar de fameuze film van Midas Formen. Toe. En dat wilde ik u toch nog even opwijzen. Als u denkt: van ja, ik kom nooit iets tegen van Pushkin, dat is dus niet helemaal waar. En daarnaast, voor de muziek muziekfanaten onder u, maar daar ga ik verder niet zozeer mee, vast, mee, mee, mee lastigvallen. Als je natuurlijk een grote dichter hebt, als je iemand hebt die toneel schrijft, als je iemand hebt die ep, de epische drama's aan het schrijven is, en je bent de grote dichter van je natie, dan kun je natuurlijk maar op wachten dat er ook componisten uit jouw uh, land laten zich zullen gaan bemoeien met jouw teksten en die op muziek zullen gaan zetten. En daar kennen we dus verschillende voorbeelden van. Dat loopt uit een van het allereerste sprookje van hem door Glinka, Roesland en Ludmilla heet dat, die op muziek gezet is... Of Tchaikovsky, die onder meer uh, twee uh, van zijn werken tot opera bewerkt heeft. Muzorsky, die wederom, ik heb het niet donker gemaakt, Boris Goderov ook nog eens een keer weer op muziek uh, gezet uh, heeft. En uh, die tweede klik ik even met u door, hoor, maar Er is nog een hele reeks die er achteraan komt. Maar ik heb niet het indruk dat u nou vanmiddag direct naar Spotify gaat om al die muziekstukken uh, te gaan, uh, gaan horen. Tot aan, ja. Nou ja, goed. Wie houdt, heeft ze er niet mee bij? Rachmaninoff en Tchaikovsky en Koei. Zou het Koei of Tjoei? Ik heb geen idee hoe je het uitspreekt. Hoort bij het machtige hoopje. U hebt waarschijnlijk nooit van het machtige hoopje gehoord of de vijf gehoord. Volgende week, ik, u zeg, ik heb u al gezegd, u krijgt het zwaar volgende week. Volgende, ja, nog zwaarder, ja. Nog zwaarder, ja. Nee, of... Waar we volgende week namelijk ook gaan over gaan hebben, is een fenomeen wat je in de 19e eeuw gaat krijgen, wat we dan slavofilie noemen. Dus dat is weer insteken hè, op de Russische eigen cultuur en de eigen trots. En dat leidt natuurlijk ook straks in Rusland tot het fenomeen dat je je eigen klassieke muziek wilt maken. Die dus anders is dan de klassieke muziek uit Frankrijk of Italië, bij wijze van spreken. En daar treden straks vijf. ...componisten in navoren. Dat noemen wij het machtige hoopje. Of de vijf, of de vijf, de vuist, of hoe dat u ze ook wilt gaan noemen. Muzorski is daar bijvoorbeeld eentje van. En Glinka is daar een voorbeeld van. En Tjui is daar een uh, voorbeeld van. Dus vandaar dus dat ik... Uh, maar volgende week zal ik ze nog wel even heel kort weer met u uh, gaan noemen. En toen had ik ze gehad, zo ongeveer.